Zullen we de kalender doen? Ja. Het staat hier helemaal vol politie en bedrijfswagens. En ik heb gelijk zin om kersteten te eten. Ik moet zeggen dat ik op Netflix... dat was echt heel goed. Goedemorgen, het is zondagochtend en uiteraard, Sarah zit te Mario Kart alleen op het mini. Die heeft er de televisie doet het niet meer. De televisie doet het niet. Nee, de afstandsbediening doet het niet. Oh, nou hebben jullie de batterij al geprobeerd? Ja. Ik ga eens even kijken. Nou, de tv gaat nu gewoon aan. Kijk ja, maar mama, de KPN-box doet het ook niet meer. Ik ga eens kijken. Je moet gewoon een vrouw zijn. Ja, je moet gewoon een vrouw zijn. Dan doet hij het gewoon. Ik ben een vrouw. Ja, nee, ik ben een meisje. Kijk maar, hij doet het gewoon hoor. Net even getoest, aangekleed. Moet me nog opmaken, maar ik weet nog niet of ik dat ga doen. Oh, zullen we de kalender doen? Ja. Oh, ik stond er al naast. Want volgens mij, vanaf de 15e, hebben we dat niet meer gedaan. Dus dat is nee, heel lang. Oh ja. Nee, kijk maar. Oeh, spiegeltje. Dat vind jij leuk, denk ik. Wil jij die hebben? Ja. Die vind jij wel leuk, hè? Ja, vooral omdat die mini is, ja. Heb jij er niet heel veel aan. En dan de 16e. Waar is de 16e? Ik heb hem al. Waar heb jij hem dan al? Oh, maak hem open. Wat zit erin? Kijk, mijn thee staat erachter. Ik weet al wat erin gaat zitten. Ja, jij spiekt elke keer. Het staat ook op de achterkant, maar ik vind het niet leuk om op de achterkant te kijken. Wat roze. Dat is leuk. Ja. Wauw. Zullen we er allebei nemen? Misschien gaan we dan van de week even samen in bad. Ja. Maar dat... Wacht, lekker. Ruikt lekker, naar roze. Ja. Oké. En vandaag is het dan? Nou ja, het is de 20ste al, dus we hebben nog 17, 18, 19 en 20. Dat zijn er nog vier. Jij mag er twee. Ik heb toen 17 en 18. En jij mag ze voor me openmaken. Dat vind ik helemaal prima. Oeh, die is cool. Een wat? Ja, dit is geen bruisbal, maar een bruisster. Die is echt leuk. Kijk, hij is echt leuk. Ik ga de 18 zoeken. Allemaal baddingetjes. Waar is de 18? Ik heb hem al gevonden. Ik ook. Hij is hier. Hier. Ja, wij ze ook elke keer aan. Mag ik ook. Kijk dat je de doos niet tegen de thee aan gooit. Dat is niet zo prettig, denk ik. Als de hete thee omgaat. Is zo. Een zeepje. Nou, leuk. We hebben vorige keer een zeepje aan Mila gegeven. We hebben zelf een zeepje. En dan de 19. Die heb jij al gelijk gevonden. Ik heb de 20 al gevonden. Ik ook. Waar is de 19? Spannend. Wat is dat? Weet je dat? Dat wat je krijgt. Ja, weet je wat het is? Nee. Het is een iltblokje, denk ik, als het goed is. Zo ziet het er wel uit. En daar heb jij nog niet echt last van. Trouwens, ik ook niet echt. Maar het is wel leuk. Die en dan de 20. Ja, die hadden we allebei al gevonden. Laat maar zien. Wat die loodje. Die van mij. Oh, kijken. Van mij. Kijken. Oh, jij hebt 1, 2, 3, 4. Ja, het was ook jij had de chocolaatjes. Oeh. Kijk, ja. ik zie hem erop. Zo kan je dubbel zien, ja. Ja, ik zie hem nu Lottie om body. Ja, leuk hè? Bodyloodje. Leuk hè, al die dingetjes. Idop. Wij gaan naar mijn moeder toe. Ik kan Sarah even spelen en ik ga daar ook weer bank hangen. Even een theetje doen. Wat zeg je? Sarah is er niet. Oh, ik denk dat ze je alleen al gezien hebben. Die is verder op een waterleiding geklapt. Dan moet ik even kijken of de straat uit kan komen. Het staat hier helemaal vol politie en bedrijfswagens. Maar die hebben ze zo neergezet dat ik denk, ja, hoe ga ik dit doen? Moet kijken, Sarah. Het staat helemaal vol. Brandweer, politie, vind het waterbedrijf. Ja. Even
kijken of ik er langs kom zo. Zo. Heel spannend, zij heeft de vulkaan gemaakt. Kijken wat het gaat doen. Kijken. Wat meer? Ja, hij doet het. Ik hoor iets. Oeh. Hij gaat... Oh, geef er maar meer bij. Hij is niet heel overtuigend. Ja. Misschien die andere in één keer. Dat hij dan meer kan reageren. Kijk maar. Het is een klein beetje een anti-climax, maar hij doet iets. Te weinig soda, denk ik. Ja, er zit best veel soda in. Te veel soda misschien. Ja. Hij moet toch ergens op reageren. En ik denk dat het op de soda is. Nou ja. Sarah, dit is een vulkaan als die toch niet wil uitbarsten. Ja. Zullen we het nog een keer proberen, want we hebben zat. Ja. Poging 2. Nou, dit doet het al iets beter. Giet die andere, dat andere bakje helemaal leeg erin. Gewoon één keer. Kijken. Voor mij nog minder zelfs. Nou, poging 3. Je hoopt dat hij het dan magisch gaat doen. Doe het nog heel eventjes goed leggen. Ja, nee, dit is het hem, Sarah. Hey, let's staan. Dat deed jij. Dat was Sarah die tegen het bakje aan kwam. Okay. Poging 3. We gaan het zien. Hey. Nu is leuk. Doe maar. Giet maar. Maar dat ging niet. Het eiland is helemaal weg, maar hij deed het wel. Hoe cool. Die doet het niet heel goed. Nou, die andere heb je gewoon laten overstromen. Hij deed het wel. Zo. We hebben net gegeten. En Sarah is gelijk naar bed gegaan. Want morgen moeten we vroeg op. Dus dan was het wel handig als ze op tijd op bed zou liggen. Nu even thee en wachten. Ik heb zo de picknick komen. En echt, als het goed is, met best wel heel veel boodschappen. Want dat is ook allemaal voor de kerststal en zo. Het is moeilijk om plekjes te krijgen nu. Want ik geloof heel Nederland wil bij het picknick bestellen. Maar goed, ik heb een plekje voor vandaag. Dus dan komt alles zo binnen. Ik heb er zin in. Ik heb gelijk zin om kersteten te eten. Ja, nog een paar dagen. Echt mega veel boodschappen binnen. Oh, ik moet echt gaan kijken hoe ik dit allemaal in de kasten ga krijgen. Marco is vroeg naar bed gegaan. Dus ik ga een film kijken. Ik moet zeggen dat ik op Netflix... er waren een paar nieuwe series, die zijn heel goed, maar die heb ik al gezien. Maar er staan heel veel films opeens op. Ook oude films, waarvan ik heel veel al gezien heb. Meer dan één keer. Maar ook wel een aantal films die ik nog niet heb gezien. Dus ik ga Flight kijken. En die is met Denzel Washington. En Denzel Washington is altijd goed. Dus sowieso een goede film. Altijd leuk. En ik kom vroeg naar bed, dus ik ga hem denk ik niet afkijken. Want ik moet morgen vroeg op. Dus ik moet omschakelen. Echt, baal er een beetje van. Maar mijn afspraak van morgen kon niet later. Niet naar een gebrek aan proberen. En nu ga ik iets later dan gepland, maar nog wel redelijk op tijd naar mijn bedje toe. Ik heb de halve film trouwens gekeken. En hij was echt heel goed. Dus ik kan echt niet wachten tot ik morgen de rest kan kijken. Echt. Maar goed, ik ga nu de vlog afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!